Charlotte de Bonbonstraat. Hier gaan we interviewen. Mevrouw, mogen we u interviewen? Oké. Mevrouw, mogen we je interviewen? Ik ben Marokkaans. Ik begrijp niet meer Nederlands. Sorry. Oké, dank je. Zo te zien zien we dat de Vaalspark denk ik vol zit. Maar mensen kunnen ook naar de andere kant van het Vaalspark gooien. Maar dat doen ze niet. En gooien ze ernaast. Ja, daar moet iets aan gedaan worden. Maar wat vindt u van de vuil op de grond? Vuil op de grond? Ja. Ja, die moet een beetje... Dus de kinderen... goed opletten dat ze niet de vuil op de grond gooien. En ook grote mensen moeten ook tegen hun kinderen adviseren dat je geen papier op de grond gooit. Mag wel schoner. Oké. Heel gezellig, maar mag wel schoner. Oké, en wilt u ook zelf hier wonen? Ik woon al hier, maar niet in deze straat, een beetje verderop. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Is er ook vaak rommel hier? Soms wel, ja, op straat. Wat vindt u van de prullenbakken? Van de prullenbakken? Vol. Te vol. Huh? Deze prullenbak is vol, maar er komen geen mensen, vuilnismannen om het op te ruimen. Nou, die prullenbak is wel een beetje vol. Ja, maar wat denk je dat er beter kan worden? Vuilnis op de grond en zo'n stukken dingen. Wat denk je dat er met dat moet gebeuren? Meer speel voor kleine kinderen. Meer groene. Oké. Okay. Moet veel dingen veranderen als de kinderen wat nog leuk vinden. Ik zou ook de kinderen vragen wat hun leuk vinden. Okay. Zijn er kapotte ruiten? Kleine ruiten zijn kapot geslagen. Hier is graffiti op geschreven. Nou, soms is het wel een rommeltje, ja, moet ik zeggen. Ja. Ik was vandaag op de Charlotte de Bonbonstraat. Zo te zien is het, hier is meer boel. Er zijn prullenbakken en sommige mensen zijn 's morgens ook zo gereinigd, maar sommige ook weer niet.